Ja, onze eerste nieuwe oproep vanavond gaat over een zware mishandeling. Het gebeurde afgelopen donderdag aan de Haverkamp in het Gelderse Lunteren. Nu aan de telefoon mevrouw Ballast, wat is daar gebeurd? Nou, het slachtoffer van de mishandeling is een 27-jarige inwoner van Lunteren. En afgelopen donderdagochtend liep hij nog in het donker naar zijn busje om naar zijn werk te gaan, toen hij opeens werd aangevallen door twee mannen. En die hebben hem met een honkbalknuppel mishandeld. En hij is daarbij meerdere malen geslagen en gewond geraakt. Ja, en onze verslaggever Kees Amsterdam ging vandaag naar de plek waar dat gebeurde. Het slachtoffer loopt afgelopen donderdagochtend rond 17:50 met zijn boterhammen in zijn hand vanaf zijn huis naar zijn bus, die hier in de berm aan de Haverkamp geparkeerd staat. Hij wil net instappen als hij ziet dat er uit de bosjes achter dit elektriciteitshuisje twee mannen op hem afkomen rennen. Allebei met een honkbalknuppel. Hij kan de voorste man nog vastpakken, maar de achterste man slaat daarna zonder een woord te zeggen hard op hem in. Hij weet nog dat hij 2 tot 3 keer op zijn hoofd is geraakt. Hij is ook op zijn lichaam geslagen. En toen is hij buiten bewustzijn geraakt. Agenten vinden het bewusteloze, bloedende slachtoffer op straat bij zijn bestelbus. Ja, de 27-jarige man heeft onder andere een schedelbreuk opgelopen. Mevrouw Ballas, heeft u een idee waarom die zo hard is geslagen? Nou, het slachtoffer is in ieder geval beroofd van zijn telefoon. Maar het lijkt bijna persoonlijk als je kijkt hoe zwaar hij is mishandeld. En hij is er slecht aan toe, maar hij heeft wel een van zijn aanvallers kunnen beschrijven. En dat was een man die hij nog niet eerder had gezien. Nou, uiteraard hopen we op tips over deze daders en daarnaast zijn we dringend op zoek naar getuigen, omdat de daders daar vermoedelijk langer op die plek hebben staan wachten. En ook is er informatie over een auto die mogelijk belangrijk kan zijn. We gaan ons best doen, mevrouw Ballast. Voor u thuis de man die het slachtoffer nog even kon bekijken, voor die werd geslagen, is een donker getinte dader geweest, vermoedelijk eind 20, met kort zwart haar. Iemand van ongeveer 1,80 lang, met een smal postuur en die droeg vermoedelijk een zwarte jas. Nou, bijvoorbeeld krantenbezorgers daar in Lunteren. Of mensen die 's ochtends vroeg al op pad waren, hun hond uitlieten, zijn die donker getinte man en zijn mededader misschien opgevallen, ook al eerder. Er is daar sowieso iets anders opgevallen die ochtend. Kort voor de mishandeling heeft langs deze hervormde kerk een auto gereden. Dat is maar zo'n 50 meter van de plek van de mishandeling, daar bij het witte elektriciteitshuisje. De politie wil heel graag met de inzittenden spreken. Of met mensen die iets weten over die auto die hier die ochtend al zo vroeg was. Hier ziet u eerst waar aan de Haverkamp het slachtoffer is aangevallen die ochtend. En vervolgens de plek waar de auto is gezien. En nog een mogelijk belangrijke locatie. Vlak bij de snelweg A30 is namelijk later die ochtend de telefoon van het slachtoffer teruggevonden. Waarschijnlijk is de telefoon door de daders gedumpt vanuit een auto toen ze via vermoedelijk de snelweg wilden vluchten. Wie heeft dat gezien? Heeft u iets gezien dat misschien te maken heeft met deze zware mishandeling? Bel nu. Gratis 0860-70. We zijn er live. De telefoon gaat meteen over hier dan. En informatie waarom die mannen juist afstormden op dit slachtoffer is natuurlijk ook welkom. Net als beelden van mensen daar in de buurt die misschien camera's hebben hangen. Op de site staan alle details in dit onderzoek.